Wat was je nou? Ik sta al een uur op je te wachten. Ja, mijn moeder zeurt gewoon. Ik wilde nu zijn iPhone, maar ze geeft het maar niet. Oh. Dus daarom laat je me op je wachten. Ach, zeurt toch niet. Ik wil gewoon die nieuwe telefoon. Ik vind die gewoon het beste van het beste. Ik moest ook al met het openbaar vervoer. Kan toch niet? Ik wil een scooter. En die moet mijn vader mij geven. Ik was ook net zoals jou. Ik wilde altijd het beste van het beste. Kijk me nu. Ja, je ziet er niet uit. Wat is er met jou gebeurd? Heb je even? Weet je wat mij vandaag is overkomen? Ik ben gewoon ontslagen. Alleen omdat ik een uurtje te laat was. Is dat je eerste keer? Nee, vierde keer. Maar dat gaat er niet om. Ik was het toch gewoon. Ja, maar het is toch wel belangrijk dat je eigenlijk je afspraken nakomt en op tijd komt. Dat weet je toch? Ach, ja, je bent gewoon braaf. Ja, natuurlijk. Maar wat nu? Ja, weet ik niet. En ik heb ook net een nieuwe telefoon abonnement afgesloten. Die ik ook niet meer eens kan betalen. Weet dat het is? Ik verdien gewoon het beste van het beste. Is het nog goed dat ik ontslagen ben? Ik heb toch al geen zin om te werken voor zo weinig geld. Maar dat moeten we toch allemaal? Nee. Jij moet dat. Er moet gewoon een manier zijn op een snelle manier geld verdienen. Moet gewoon. Nou, dat kan wel.
wel mijn baas voor je vragen als je bij ons kan komen werken. Dan kunnen we elke morgen samen naar werk fietsen. En dan ben je nou ook niet meer te laat. Nee, dankjewel. Nou, ik moet gaan. Ik moet naar mijn werk. Doe je. Ja? En je laat hem nog wel weten als je die baantje nog wilt. Ja, is goed. Aan haar heb ik ook echt niks. Sorry, ik hoorde je net praten en ik had precies hetzelfde als jou. Weinig geld, veel schulden. Het was echt heel moeilijk voor mij. Hoe heb je dat opgelost? Door te gokken. En dat is de makkelijkste manier om geld te verdienen. Ik ga zo weer een gokje wagen. Als je wil, dan ga je mee? Daar geloof ik dus helemaal niks van. Om jou te bewijzen dat het makkelijk geld te verdienen is. Alleen ik jou al 200 euro. Als ik verlies, dan heb ik weg. En als ik win, dan of als jij wint, sorry, dan geef het geld terug. Oké. Dat is goed. Afgesproken. Ga je mee? Ja.
We hebben deze rat bijna in de val. Hey, de keer raden. Je hebt bedacht. Je wil bij ons komen werken? Nee. Dacht het dus niet, hè. Ik heb een nieuwe baan. En ik verdien echt veel geld. Wauw. Veel geld klinkt goed. Waar werk je dan? Ik ben een professionele. Professionele? Waarin dan? Ik ben een professionele gokker. Nee, dat heet gewoon beginnen. Dat is geluk. Als ik jou was, zou ik daarmee meteen stoppen. Gokken brengt je alleen maar in problemen. En trouwens, ik kan ook nog mijn baas even bellen. Als je bij ons kan komen werken. Ach, jij bent gewoon jaloers. Omdat ik niet meer geld als jou verdien. Ik dacht echt dat je mijn vriendin was. Maar volgens mij heb ik me daar dus ook in vergist. Ja, goed dat je bent weggelopen. En zulke vrienden heb je niks. Je hebt me op je idee gebracht. Ik word ook een professionele gokker. Ik probeer alleen maar duidelijk te maken wat mij is over. Jij bent alleen maar met jezelf bezig. Je bent alleen maar bezig met manier te zoeken om makkelijk geld te verdienen. Ja, dat draait de wereld ook om geld. Goed, waar was ik gebleven? Hey, ben je weer? Hoe gaat het? Goed, mijn leven kan niet beter. Je komt niet zeker om te spelen. Ja, klopt. Ja, dat kan ik niet meer spelen, schat. Waarom niet? Nou, we spelen
dit keer met groot geld. Geen klein geld. Wat als je nou weer bedoel? Ja, maar dan kan je toch weer wat bij jou liggen. En als ik gewonnen heb, geef ik ze met winst terug. €10.000 Nou, het zaak. Als je het geld wint, wil ik het geld terug met rente. Met rente? Afgesproken? Deal. Let's go. De inzet is 25.000 euro. Doe je mee? Die andere 35.000 euro heb ik nu niet bij me. Zit in mijn auto voor het geval ik nodig zou hebben. Maar ik denk niet dat het zal gebeuren. Oké. Laten we spelen. Ik zit al in. Dus heb je andere 15.
verloren. Ik heb verloren. Hoe kan dat nou? Ik heb dat geld niet eens. We beginnen opnieuw. We beginnen opnieuw. ¿Eres estúpido o qué? ¿Qué cree? ¿Que hable aquí como si no ha pasado nada? Me tienes que pagar mi dinero, pero ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No me entendió. Tal vez sí me entienda ahora. Oh. Dat zei je. Tienes que pagar los 25.000 euros. Pero como usted no tiene ese dinero, le voy a hacer un favorcito. Me tienes que llevar la maleta a la dirección que le voy a dar. Okay. Okay. Is de koffer? Is goed. Maar wat zit erin? Si se atreve a mirar lo que hay adentro. No das cuenta. Yo. Okay. Okay. Hier is het adres. Maak hem niet open. Si ya no lleva la maleta a la dirección que le indiqué, va a tener un gran problema. Mucha pena.
Is dit een pakketje misschien of komt het van de zon? Ja? Ja. Waar is dit pakketje van mij? Hier ermee. Ben ik nu gewoon echt klaar met alles? Ben ik ook gewoon schuldigvrij? Kan ik nu ook gewoon naar huis toe gaan? Klaar? Schuldigvrij? Naar huis toe gaan? De zon heeft nog een boodschap voor jou. Nee, dank je graag. Dank je wel. Ik moet niet gaan. Je moet nu gaan? Ja. Je moet nu gaan? De boodschap niet duidelijk? Is de boodschap niet duidelijk? Ja. Ja. Is de boodschap niet duidelijk? Ja. Mevrouw, ik heb alles gezien. Zal ik de politie bellen? Nee, hoef ik echt niet. Nee, echt niet. Dank je wel. Ik moet nu echt gaan. Dat ze me dood gingen maken. Maar gelukkig heb ik het overleefd. Wanneer is dit allemaal gebeurd? Vorige week. Dit kan jou ook overkomen hoor. Als je alleen maar het beste van het beste wil. Eigen niet voor werk. Dit gaat mij niet overkomen. Mijn oude telefoon doet het nog heel goed. En reizen met het openbaar vervoer is zo slecht nog niet. Maar
Wat ga je nu doen? Ja. Ja. Kan je me straks een cd toe brengen? En dan ga ik haar vragen of ze de baas kan vragen. Of hij nog een baantje voor me heeft. Oké, is goed. Dan gaan we nu naar Shade. Kom. Ja.